Ik ben Koba de Meuter, beeldend kunstenaar. Mijn werk vertrekt vooral vanuit functionaliteit. Dus bruikbare objecten die vooral in de publieke ruimte getest worden. Vaak buiten een context van toonruimtes, waar ik ook met toevallige passanten kan werken. En voor het middenlijm ben ik vooral bezig geweest met tussenstukken. Die in combinatie met iets anders of met mensen geactiveerd worden en die dus achteraf ook geen sculpturen meer zijn. Sommige objecten hebben verschillende functies, waarbij dus een bepaalde functie in een binnenruimte kan ingevuld worden en in een buitenruimte kunnen die een andere functie krijgen. De takdrager is eigenlijk het eerste werk dat permanent in de publieke ruimte getoond zal worden. En omdat het een bestaand werk was, moest er dus eigenlijk een boom op maat gevonden worden voor die bestaande prothese. Er is eigenlijk een boom gevonden net buiten de draad van het middenlijm. Dus de groendienst of de boomverzorgers wouden een traag groeiende boom en de juiste maat en hoogte, etc. was eigenlijk net buiten het middenlijm. Wat voor mij ook wel een heel mooie analogie is met hoe ik eigenlijk normaal werk van een ruimte die eigenlijk net niet benoemd is als toonruimte of als officiële als officieel terrein voor kunst te tonen. Dus wat ik nu ook al merkte is dat er op die laan eigenlijk heel veel passanten voorbij fietsen die niet per se komen om werk of kunstwerken te bekijken. Waardoor die reacties ook vaak spontaner zijn en toch ook een soort verbeelding die geprikkeld wordt. Er is bijvoorbeeld een man die direct dacht, ah ja, aan die takdrager kan ik nog eens een prothese en kan er eigenlijk nog een twijg van die tak. En zo'n dingen vind ik wel geestig. Het materiaal voor die takdrager is eigenlijk gekozen zodat dat sterk genoeg is om die boom zijn eigen tak te laten optillen. En tussen de sculptuur en de stam zitten er rubbers om de schors te beschermen. En die sculptuur kan ook opengedraaid worden, dus die kan eigenlijk meebewegen met de groei van de boom. Ik vind het altijd moeilijk als maker om te projecteren wat uw publiek daarin zou kunnen zien, omdat ik dat publiek ook niet als één groep zie. Dat zijn eigenlijk allemaal mensen die daar op hun manier iets in kunnen zien. Wat ik wel fijn vind, is dat dat als iets functioneel wordt gezien. Als dat gezien wordt als iets handig, dat eigenlijk ook bruikbaar is op andere plaatsen. Ook al is dat redelijk absurd en ik probeer daar eigenlijk ook in de titel mee te spelen. Een takdrager, door zo'n samenstelling te maken, lijkt dat eigenlijk al bijna iets dat al bestond. In het middenlijm een heel warme omgeving. Ik vind dat er heel open gezocht wordt naar de beste manier om je werk te tonen of opties af te gaan. Hoe dat werk eigenlijk op een mooie manier in het park geïntegreerd wordt. Dus dat voelde eigenlijk als een heel fijne manier om een werk dat al bestond opnieuw een leven te geven.